Deze wikkelsjaal is gemaakt van soft mohair van Red Heart en ik heb een haaknaald 4,5 mm gebruikt. De steek die je hier ziet is de ananassteek. Ik zal een linkje naar de uitleg van deze steek aan het filmpje toevoegen. Deze sjaal is 24 cm breed en ik ben gestart met 41 plus 3 lossen. Je kunt ook een ander materiaal met bijpassende haaknaald kiezen. Zoals je hier bijvoorbeeld ziet, het is dan wel verstandig om eerst even een proeflapje te maken. De breedte en de lengte van de sjaal kun je natuurlijk volledig naar wens aanpassen. Om er een wikkelsjaal van te maken moet je het begin en het eind aan elkaar maken. Eindig het patroon met een rij met één moesje meer. Dat is rij 2 in het patroon, zodat het patroon mooi blijft doorlopen. Dus de eerste rij heeft als het goed is één moesje minder als de laatste rij. Vervolgens gaan we de naad zo goed als onzichtbaar sluiten, zoals je hier ziet. En daarvoor gebruiken we de matrassteek. Deze steek ga ik laten zien met een andere kleur wol, zodat ik het wat duidelijker in beeld kan brengen. Ik ga laten zien hoe je het begin en het eind van de sjaal in ananassteek zo goed als naadloos aan elkaar kunt maken met behulp van de matrassteek. De eerste rij van de sjaal heeft een bepaald aantal moesjes en de laatste rij van de sjaal moet één moesje meer hebben, zodat hij netjes in patroon kan door blijven lopen. Ik heb de rij met het extra moesje aan de bovenkant liggen en de start van de sjaal, dus de eerste rij, ligt hier aan de onderkant. De einddraad zit hier bij mij aan de rechterkant en nu ga ik eerst oversteken en hem aan deze hoek vastmaken, dat is aan het stokje. Dus de draad zit nu hier aan de bovenkant van het stokje, dus dat is de kant waar ik heb afgehecht. En nu ga ik eerst even één keer oversteken. Ik haal hem gewoon achter het stokje langs, zodat die twee naar elkaar toe komen. En dan ga ik terug naar de overkant en dan ga ik achter het moesje langs. En dan weer oversteken en naar het eerste moesje aan deze kant, aan de onderkant. Achter het moesje langs. En zo ga je steeds naar de ene kant en dan weer naar de andere kant. Dus oversteken, achter het volgende moesje langs. En weer terug naar deze kant. Hele simpele manier. Je hoeft het nu nog niet strak aan te trekken. Dat kan gewoon losjes. Als we een aantal keren heen en weer zijn gegaan, dan gaan we het in één keer aantrekken. Zo, ik heb nu 4 moesjes aan beide kanten gehad en nu ga ik hem even aantrekken. Ik hou hem hier aan de rechterkant in het midden vast en dan trekken zodat de twee kanten netjes naar elkaar toe komen. En je voelt op een gegeven moment dat je niet verder kunt en dan stoppen met trekken. Ik kan zien dat ik net als laatste achter deze langs ben gegaan, dus nu weer naar de overkant.
En dan als laatste nog eventjes zorgen dat die twee stokjes aan de zijkant mooi naar elkaar toe komen. Dus hier achter het stokje langs. En aan deze kant achter het stokje langs. De draden nog even aan de binnenkant afhechten. Ik steek ze gewoon aan de achterkant even heen en weer. Even een knoop maken. En dan weer een stukje terug heen en weer. Eventueel nog een knoopje maken. En dan kun je die afknippen en met het andere draadje doe je precies hetzelfde. Het begindraadje is een stuk korter, dus daar zal ik dan een klein stukje mee doen.